Nou, hey, goeiedag. Ik ben T. Komen uit Wervershoofd. Aan de rand van Wervershoofd staat een molen met een tentoonstelling over Theo Komen, een van de bekendste Nederlandse sportverslaggevers ooit. Zo prachtig aan het IJsselmeer. Nou ja, en daar ben ik in 1990. Maar hier hoort u hem waarschijnlijk zoals nooit eerder, namelijk al keuvelend in het Westfries. Maar wat is dat eigenlijk, Westfriesland? Wat is er nog over van de identiteit van dit ooit zo eigenzinnige volk? Daarnaar gaan we op zoek in deze laatste aflevering van Oneindig Noord-Holland. Dit is de kermis in Hoogwoud. Elk zichzelf respecterend Noord-Hollands dorp heeft er wel eentje. En in West-Friesland is dat natuurlijk niet anders. Maar ze uiten het wel iets anders dan in de rest van Nederland. In plaats van een rondje in de draaimolen wordt er vooral veel gedronken in het dorpscafé op de hoek. Maar wij zijn hier op zoek naar een ander element dat de West-Friese bindt. Namelijk een eeuwenoude knokpartij met grote gevolgen. Iets buiten het dorp is daarvoor een kapel opgericht. Graaf Willem II was graaf van Holland, Rooms koning van het Heilige Roomse Rijk. En hij zou tot keizer worden gekroond, was hij hier niet doodgeknuppeld. Oh, en dat is door de West-Friezen gebeurd? Ja, ja, de West-Friezen waren tot dan toe nog erg vrij. Zagen niet zoveel van de Hollandse overmacht. Maar goed, op een gegeven moment dacht graaf Willem II, nou komen die toch echt onder mijn gezag. Hij plande een strafexpeditie en wilde de West-Friezen eigenlijk onderwerpen. Graaf Willem II was een beetje onvoorzichtig door iets te veel alleen voor zijn troepen uit te gaan. Op een gegeven moment zakt hij door het ijs, komt vast te zitten. De West-Friezen die zien dat gebeuren, springen uit hun uit het riet en knuppelen hem dood. Zonder eigenlijk te weten dat ze graaf Willem II hadden. Ja. Wordt dat hier nou gezien als een heldendaad, deze lafhartige slagpartij? Nou, helden. Sommige West-Friezen zijn er erg trots op. Ja. Ja. En dat is nou één van de kenmerken van de West-Friezen. Een lange strijd tegen de Hollanders. Overigens trokken ze daarbij wel een beetje aan het kortste eind. Aan het einde van de 13e eeuw werd het gebied onderworpen aan de graven van Holland. En langzaam veranderde de strijdlustigheid in bereidheid tot samenwerking. Al wilden de West-Friese steden nog wel een beetje hun eigen koers varen. In Hoorn kwamen ze altijd samen om te overleggen. Vanaf de Gouden Eeuw hebben hier verschillende steden vergaderd. Er waren 7 steden erg belangrijk. Dat waren Medemblik, Enkhuizen en Hoorn in West-Friesland. Alkmaar, Monnikendam, Purmerend en Edam. Oh, dus het was, West-Friesland was eigenlijk groter of was het, heette het toen ook dan anders? Nou ja, dit gebouw stond eigenlijk dus voor het college van gecommitteerde raden voor West-Friesland en het Noorderkwartier. Voor sommige dingen moesten ze bij elkaar komen. Bijvoorbeeld als er in Holland iets groters moest worden besproken, nou, dan kwamen ze hier bijeen. Wat zeggen wij tegen de rest van Holland? Wat vinden wij daarvan? En dat droegen ze dan uit in Den Haag, waar ze een paar afgevaardigden ook naartoe gingen. Gaat het dan naar elkaar toe groeien steeds meer? Het bleef nog heel lang eigenlijk een apart gebiedje met eigen inbreng. En eigenlijk is het pas vanaf de Franse tijd, denk ik, dat het steeds meer bij elkaar. Vervolgens de 19e eeuw, spoorlijnen, meer mobiliteit. En op een gegeven moment hoor je toch wel weer bij Noord-Holland. Ja, sinds de 19e, 20e eeuw zijn Holland en West-Friesland eigenlijk wel aardig met elkaar vergroeid. En één vlak waarop je dat sterk merkt is de taal. Op de Hieronymus Basisschool in Wognum kijken we met Ina Broekhuizen, voorzitter van het West-Fries Genootschap, naar de kennis van de West-Friese taal van groep 6. Wie kent er in die West-Fries praat? Je opa of je oma, je buurman, je buurvrouw. En wat zei hij dan wel dus? Benne. 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 Ja. En wat bedoelt hij daarmee? Zij. Ja, en kun je hem wel goed verstaan? Mooi. Nou, mijn oma die praatte vroeger al West-Fries, maar nou weet ik niet meer wat ze zei. Dat weet je niet. Maar ze praatte vroeger heel veel West-Fries. Maar dan kon je het wel verstaan? Nee, dat ook niet. Nou, dat is nou toch beroerd. Ik doe het goed.
probeer het maar even, maar er moet aardig wat boyke-spijkerd worden, volgens mij. Boyspijkerd, ja. Want ze weten het niet veel meer, hè? Nee, nee. Maar wat ik dan wel weer mooi vind, dat ze wel de West-Friese spreukenkalender hebben. Ik vraag altijd wie zijn opa of oma praat West-Fries. Nou, dan ben ik er dan wel een pittig soortje. Maar de jongens zelf, dat is een enkel woord. En dat vinden ze nog wel mooi. Maar je zag ook dat hier t-shirts binnen met woorden erop. Dus op die manier gaat het toch verder. Wat ik altijd hoor van mensen, dat ze het niet meer praten mochten thuis. Omdat vader en moeder wouden dat ze een goede opleiding kregen. En dat ze op het werk niet zeiden van, oh, je bent een West-Fries, dus je bent een minder. Of je praat de boers. Dat de vaders en moeders ook wouden dat ze gewoon Nederlands praten. En dat is dan in de 60er jaren begon dat al. Maar gaat het u aan het hart eigenlijk? Ja, het gaat mij wel aan het hart. Maar het geeft wel wat eigens vanzelf. En er zitten ook schoftig mooie woorden in. En die moeten eigenlijk niet, ja, daar kun je niet veel aan doen. Maar dat zou heel nozelijk wezen als die wegraken zouden. Want die zeggen de dingen soms zo kernachtig en zo mooi. Mooie uitdrukkings vooral. West-Friese ben er nooit van zo vreselijk veel woorden. Een beetje kortig, maar wel heel kernachtig. En dat zou heel jammer en noorselijk of begrotelijk wezen als dat wegraken zou. En er zijn meer vlakken waarop West-Friesland dichter bij de rest van Nederland komt. Denk bijvoorbeeld eens aan de boeren. In het prachtige dorpje Twisk is de boerenpopulatie snel krimpende. Een van de 5 agrariërs die nog over zijn is Vok Kai. Hij woont in een dubbele stolpboerderij, ook typisch voor deze contreien. Dit is eigenlijk dan de achterstolp. Je ziet hier het vierkant en dat is de basis van de stolp. Een stolp heeft het voordeel dat ze eigenlijk weinig draagvlak nodig hebben op de grond. En ja, de grond is niet overal even stevig in Noord-Holland, dus eigenlijk een perfecte bouw. En ja, voorheen met de bedrijfsvoering werd alles gebruikt. De koeien stonden onder één dak en de mensen zaten samen ook onder hetzelfde dak. Ja, ja. Mijn vader en moeder zijn hier komen wonen in 1946 met echt helemaal niks. En toen woonden er 2 gezinnen in. 1 in de voorstolp en 1 in de achterstolp. En later is het ene gezin eruit gegaan. Ja. En mijn vader en moeder zijn voor gaan wonen. Be my wind and wheel. Nou, ik heb 60 melkkoeien. En voorheen stonden de koeien op de Noord-Hollandse stal. Dit is nu een Zuid-Hollandse stal geweest. Maar wat is het verschil tussen een Noord-Hollandse en een Zuid-Hollandse stal? Noord-Hollandse stal staan de koeien met de koppen naar de muur. En moest je echt al het voer voor de koeien brengen. En de Zuid-Hollandse stal, waar zijn de koppen naar elkaar toe met een voergang ervoor. En de mest ging er met een mestketting ging eruit. De Zuid-Hollandse stal kwam in 1968, maar in de jaren 80 was het alweer tijd voor een nieuwe ontwikkeling, de lichtboxenstal. Voor de dieren is het in ieder geval al een stuk prettiger, lijkt mij. Ja, voor zover wij bekijken kunnen wel. En zomers gaan ze naar buiten het land in. Melkveehouderij gaat toch naartoe gespecialiseerd. En dat houdt dus in meer koeien per man. Voorheen, als je met de hand moest melken, had je 6 koeien, dan was je eigenlijk bezet als was 1 FTE, zeg maar. En tegenwoordig gaat het naar 60 tot 100 melkkoeien. Maar wel hele forse investeringen. Ja. En ook de nodige milieuregelgeving maakt het allemaal niet gemakkelijker. De kinderen van Kai die willen niet eens meer boer worden. Terwijl dat vroeger eigenlijk een vaststaand feit zou zijn. Het ziet er dus naar uit dat de familie Kai geen agrarische toekomst meer heeft. In West-Friesland is dat sowieso een trend, denkt u? Dat er steeds minder en minder geboerd gaat worden? De schaalvergroting zet overal door, dus ook in West-Friesland. En ik schat toch in dat het aantal melkveehouders ieder jaar 2-3% zakt. Iets verderop in Opperdoes, befaamd vanwege de aardappel, zie je eigenlijk wat de grootste verandering is geweest in dat West-Friese landschap. En dan hebben we het over schaalvergroting, want waar ooit alle boeren naar hun versnipperde eilandjes voeren op bootjes, is nu alles aaneengeschakeld. En dat komt door de ruilverkaveling. Ja, iedereen had overal wel stukjes liggen. Dus dat was heel gevarieerd. En de ruilverkaveling heeft wat dat betreft toch een hoop goeds gebracht, dat het allemaal veel functioneler gebeurt. Ja, maar het is wel iets minder pittoresk. Voor de schuiten en zo was hun taak eigenlijk volbracht.
Ja, de schuitjes van weleer zijn dus vervangen door trekkers. En de boeren maken steeds meer plaats voor burgers. Rijke Hollanders, ja, weer Hollanders, komen het gebied in op zoek naar mooie stolpboerderijen om te verbouwen. Bij de familie De Ruiter zie je waar zo'n verbouwing toe kan leiden. Dit is de koestal. Ja, typische koestal, zie je. Dat ziet u wel. Ja, we hebben school gemaakt, dus hier stonden vroeger een stuk of 10 koeien met hun kop die kant op. Die stonden het raam uit te turen, als het ware. Vroeger waren, dit is aangebouwd. Hè? Ja. Kijk, hier dit stukje, de koestal hield hierop. Het was een blinde muur. En dit is dus bij de verbouwing, is dit er dus aangezet. En zijn er ook ramen en deuren in gebracht. Dit was volgens de... Er zijn nog een aantal grote boeren in Twisk. Die wisten mij te vertellen dat hier vroeger het varkensvoer werd klaargemaakt. Er stond een enorme kachel, hout gestookt, met een grote schoorsteen naar boven. En daar werd een grote pot met varkensvoer klaargemaakt en uitgedeeld aan de varkens die hier een eigen hoek hadden. En naast deze stal die zo schitterend verbouwd is, zijn er nog meer authentieke elementen te ontdekken in het huis. Zo is er nog een oude bedstee die naast de logeerkamer staat. En er is een hele chique kamer bijgebouwd en die wordt de burgemeesterskamer genoemd. Het plafond is rijk gedecoreerd. En er is een mooie marmeren schoorsteen neergezet. Echt marmer. En destijds een houtkachel, nu uiteraard een gaskacheltje. En ja, hier kwamen de notabelen van het dorp regelmatig bijeen. Met een dikke sigaar. En de dames die maakten hier achter in de bijenruimte een lekker hapje klaar. Ja. Dat werd dan de heren geserveerd. Want die mochten natuurlijk daar niet bij zitten. Nee. Dat is nog steeds zo. We hebben een aantal debattingclubs in Twisk. En daar zijn dames niet wel. Nog altijd? Altijd. Alleen heren. De helft is oud-Twisk en de andere helft is import. Dat verdraagt elkaar heel goed, maar dames erbij, dat zou te veel zijn. Oh, kijk eens aan. Ja, dus u past zich toch wel aan de West-Friese gebruiken? Ja, af en toe dan hebben wij een lustrumjaar. Dan gaan we met de dames wel een dagje op stap. Oh, gelukkig maar. Dus die krijgen dan toch nog de aandacht die ze verdienen. Absoluut. Gelukkig hoeven de vrouwen in Twisk niet alleen maar binnen te zitten. De gigantische tuin staat onder beheer van mevrouw De Ruiter. U heeft zich ook wel in het verenigingsleven gestort? Ja, ook. In die zin. Je gaat natuurlijk, ik ga niet biljarten, want dat vind ik toevallig niet leuk. Maar ik zit dan op de vrouwen van nu. Dat zijn dus eigenlijk, vroeger heette dat plattelandsvrouwen. En dan een museumgroep en een bibliotheek, noem maar op. Het is duidelijk iets waar je ook aan mee moet doen, denk ik, in een dorp. Ik denk dat wel. Ik vind, als je in een dorp gaat wonen, moet je meedoen. Ik vind het ook leuk als je naar buiten gaat. Je kent iedereen. Ja. Niet zozeer van naam, maar zeker van gezicht. Is dat nog altijd zo? Want er is natuurlijk veel import. Er is heel veel import, maar ik loop veel en ik ben een ontzettend oud wijf. Dus ik maak met iedereen een praatje. En dan dit is wel kenner. Ja, ja. Ik geloof dat er wel 10 inmiddels opgehouden zijn, wel misschien wel meer, opgehouden zijn met boer te zijn in die korte tijd. Ja. Want de kinderen willen dus het bedrijf niet. Nee. En wat er dus heel veel gebeurt, er zijn enkele boeren die kopen al dat land op van die boeren die ermee ophouden. Is dat erg eigenlijk, dat verandert zo? Het leven verandert altijd, de wereld verandert. Ik denk niet dat zo erg is. Nee. En u hoeft geen West-Fries te praten? Ik hoef geen West-Fries te praten. Dus ze verstaan me toch wel. Ja, precies. Dat scheelt dan weer natuurlijk. Ja. Ja. Blijft u hier, denkt u, uw hele leven wonen? Nou, we hopen zo lang mogelijk, en dan huren we steeds een beetje extra hulp in, zijn wij zo in ons hoofd van plan. Want we hebben dit gekocht toen waren we 53 en dan denk je dat je altijd zo fit blijft als op je 53ste. En lo en behold, je wordt dus steeds een beetje, dat je denkt, oh, ik wil eigenlijk wel eens zitten. Ja. Ja, maar zolang het kan blijft u hier. Nou, heel graag, ja. U bent hier gelukkig. Ja, heel erg gelukkig, ja. Zo zijn Noord-Holland en West-Friesland met elkaar verweven. En die ontwikkeling zal alleen maar doorzetten. Toch blijkt ook vandaag nog dat West-Friesland altijd iets eigens zal houden. Dit was overigens ons laatste verhaal van deze tv-serie. Maar er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over het rijke erfgoed van Noord-Holland. Wilt u meer lezen of zelf iets vertellen? Ga dan naar www.oneindignoordholland.nl.